is heel leuk van muziek, maar ging gewoon bij hem thuis soms kijken hoe hij dat deed. Ik vond het wel vet toen hij opeens Fruity loopt. Toen was het gewoon klaar. Toen was ik gewoon. Eerst wilde ik altijd gewoon basketbal. Ik was goed in basketbal. Tot mijn 16e was ik echt gewoon fanatiek met dat ook. Maar vanaf 14 begon muziek het al een beetje in te halen. Ze vraagt niet om aandacht, ze vindt het gewoon. Ze zegt oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Maar ik denk dat het beste nummer van dit was. Het was laat in de avond. Was onderweg naar huis toe. Voel de ogen in mijn rug prikken. Ik ben wel een gevoelsmens, dus ik ging eerst kijken van wat voor personen zijn hier en zo. Ik voelde gewoon iets bij opa, man. Ik kan niet uitleggen. Man. Soms heb je er bij iemand van, je weet van, ik ken hem. Dus ik heb het eerste weekje gewoon afgewacht en toen dacht ik van ja, man, ik heb dat nog steeds. Toen hebben we gewoon afgesproken dat we samen die studio een beetje zouden fixen. En hij heeft natuurlijk hele andere doeleinden met deze studio. Want hij doet het eigenlijk voor kinderen die chronische ziektes hebben, kanker en zo. Om hier een dagje gratis te kunnen opnemen. Dus hij zei toen tegen mij van, als jij mij helpt daarmee, mag jij van mij de studio gebruiken. Ik ben daarmee begonnen door mijn kleindochter. Die was anderhalf. Toen kreeg ze leukemie. En dan kom je in een ziekenhuis terecht en daar zie je zoveel dingetjes om je heen en heel veel dingetjes ook waar de tranen van in je ogen schieten. En toen dacht ik, er moet iets gebeuren om die kinderen een fijne dag te geven. Ik had er een nummer opgenomen en dat was in een ander studio. En de jongens die gingen zo gigantisch mooi om met degene die daar aan het opnemen was. Dat vond ik zo verschrikkelijk mooi. Dat was, voor mij was dat een snoepwinkel. En toen ben ik gaan denken, ik ga dat ook doen voor die kinderen. En dan maken we er een snoepfabriek van. Opa kan nu gewoon zijn eigen liedjes maken, opnemen alles. Hij mixt het gewoon. Dat vind ik vet, dat hij dat gewoon alleen kan. En die kinderen die we hebben geholpen, dat is gewoon, dat kun je niet betalen, man. Als je ziet hoe zij zeg maar weggaan, hoe ze hier naartoe komen, zo verheugd eerst en dan voldaan, dat vind ik gewoon, dat is hard. Ben ik het mee eens, dat is hard. En die shit, wat je spit, klinkt als shit, man, dat is mijn oude tunes. Era is veranderd, ben wat doet die anders? Wat heb ik je gedaan, dat je zo moet? Zeg maar wat is goed? Kap wat uit voor een jongen uit de 5713 vrij. En je weet ik ben een pimp, baby, en ik doe mijn ding. Ik moet zorgen voor mijn kind, dus ik ben op zoek. Ik moet zorgen dat ik wat vind, ik ben altijd op mijn job. Ik doe het, nog steeds dezelfde G. Mannen waar je mij mee zag, zijn waar je mij mee ziet. Ik zie duizend gezichten, maar hoor hetzelfde lied. Zelfde hoek, zelfde melodie, zelfde beat. Shaka! We mama zulus in the jungle. Ik zeg je vroeger was ik humble. My niggas ready to rumble. Voor mij was het eigenlijk eerst die cultuur van hip-hop zelf wat me aansprak. Dat kan ik nu achteraf wel zeggen, want de laatste jaren ging het niet meer om die cultuur als ik naar hip-hop keek meer. Maar het was gewoon een bepaalde stijl van muziek dat heel groot is geworden, wat ze nu hip-hop noemen. Toen ik dat besefte van, het voedt me niet meer tot dit punt waar ik nu ben. Nu moet ik verder kijken. En ik weet niet hoe, maar nu heb ik opeens alleen maar gekke jongeren om me heen met talent. Ik was eigenlijk zijn meester gewoon. Op middelbare school kwam hij gewoon les volgen bij Studio West. Mensen, ik zie hem, ik zie van, hij heeft gewoon iets. Ik heb veel problemen gehad. Ik wil gewoon wat anders doen, want ik zie ook mijn moeder en zo. Ze luidt. Eronder. Ik wil wat gaan doen nu. Niet hangen buiten meer en zo. Gekke shit. We komen naar binnen, je ziet niks. We slingen wat, lange loop in de kofferbak. Ik kom je hand in de fucking nacht. Rennen ik doe het elke dag. We pushen wat in de fucking nacht. Ik wil een stick in mijn kolenzak. Geef me nacht en ik bang wat. Klem mijn nigga voor die fucking wak. Klem mijn nigga voor die fucking wak. Ik wil een stick in mijn kolenzak. Klem mijn nigga voor die fucking wak. Trap. Niet lekker of je wordt gelept. Niet stressen maar een vroege schets. Bel Sef op, ja het is gepland. Gisteren was ik bij haar, vandaag heb ik alles gekremd. We rennen naar binnen en dat is die slang. Papa die weet dat ik ren, mama die weet wat ik slang. Big om naar Ashwan, die beat komt weer eng. Damn. 16 jaar oud, kan rappers in de game. Big om naar Sef en we komen insane. Domme flow, het chico main. Domme flow, het chico main. Kom in die ollo met een fucking bom. Laag liggen met een dikke som. Hush dat zit in mijn fucking long. Big om naar Turgo, dat is fucking long. Big om naar Turgo, dat is fucking long. Hush dat zit in mijn fucking long. Big om naar Turgo, dat is fucking long. Shout out maar. Oké.
Toen ik 18 was, kwam Leroy van Zwartlicht. Zei hij van kom een keertje mee, er is hier zo'n blockparty. Toen kwam ik hierin en toen zag ik opeens dat ze workshops hadden in beats maken. En toen dacht ik van ik wist niet eens dat dit bestond. Toen heb ik hier les gevolgd aan Orfeo. Op den duur was er een mogelijkheid om hier een opleiding te doen. Om zeg maar een docent te kunnen worden. En toen heb ik dat gedaan. En sinds toen heb ik die lessen zelf gegeven. Maar ik zie het meer als chillen man. Dus die workshops geef ik 6 jaar nu. En de reden daarvan is dus wat ik net zei van ik had die mogelijkheid niet. Ik wist niet eens dat het bestond. En toen ik erachter kwam dacht ik van hoe mooi zou het zijn om mensen daarmee te kunnen helpen. Dat ze gelijk een beat kunnen maken. In 2 maanden. Vandaag gaan we dus samplen. Misschien is het wel vet als we allemaal een loop bedenken van iets. Ook zijn 4 klappen of een hi-hat dat je nadoet. En dan gaan we dat zeg maar verwerken in Fruity Loops. Als je in de mixer zit, kun je dus ook zeggen wat je input is per spoor. Oké, zeg ik microfoon 1, daar zit mijn kabel in. Komt als signaal uit. Dan moet je een programmaatje openen in je mixer. Dat heet Edison. En in Edison kun je dus, als je op record drukt, neemt hij op vanaf het eerste harde signaal dat je doorgeeft. Dus aan. En als je dan een loop in gedachten hebt, of een zanglijn of iets, dan kun je dus naar je mic lopen. Breek je het in en druk je hem weer uit. En dan open ik een programmaatje hier, dat heet Fruity Slicer. Wat Fruity Slicer doet, is hij chopt eigenlijk het geluid dat je erin sleept automatisch. Dus dan is het gelijk verdeeld in je toetsenbord. Dan is het gewoon een los geluidje geworden. Die kun je gewoon opslaan in je bibliotheek, zeg. Ja, precies. Ik ben Nino. Ik ben hier terechtgekomen via andere workshops. Ik kom hier al wat langer via een vriendin van me. Ik wilde gewoon een beats workshop doen, maar ik ken hem toevallig al. En hij houdt van dezelfde stijl als ik. En ik denk dat veel van hem kan leren, dus daarom. Ik heb nu al heel veel eruit gehaald. En ik werkte altijd op mijn iPad. En nu kan ik het overzetten naar de computer. Dus dat was de goal. Gaat goed. Als je werkt met sample en je wilt de telling weten, kun je de metronoom aanzetten hier. Dat is zeg maar de tempo waarin je werkt. En dan kun je eromheen werken met die geluidjes. Ik wil hier iets raus opzetten, dus ik zet een effect erop dat heet distortion. Als je een toon hebt, die bijvoorbeeld hier begint, heb je eigenlijk ook nog tonen die erboven zijn en eronder zijn. En distortion versterkt zeg maar die tonen erboven. En als ze er niet zijn, dan creëert hij ze zelf. Dus dan heb je een rauwer geluid. Kijk individueel hoe ver iemand is en dan probeer ik hem steeds 1 stapje vooruit te helpen. Misschien heeft hij na 6 weken nog niet een heel nummer gemaakt, maar weet hij wel precies hoe hij de basis maakt van de stijlmuziek dat hij wil. Ik hoop dus dat ze hun eigen idee van muziek kunnen vertalen hoe ze dat willen. En wat ik er zelf uithaal is natuurlijk gek genoeg als ik iets uitleg, begin ik het zelf ook altijd een stukje extra goed te begrijpen. Voor mij is muziek een opgeslagen moment. Zeg maar, als je een nummer maakt, dan sla je op dat moment je gevoel zet je om in golven. En dat is dan zeg maar vastgesteld. En hoe puurder je dat kan doen, hoe mooier het mensen het vinden.